Okay, ik ga voor jullie een stukje voorlezen uit de roman Confrontaties van Simona Atangana Bekono. Ik ga maar gewoon beginnen. Maar ik moet niet aan mijn knokkels denken. Ik moet niet aan mijn tanden denken. Aan de fonkelende munten bij de voeten van die man. Ik moet niet denken aan de dag dat het begon. Dat alles tegen me begon te praten. Dat de herinneringen gingen spoken. Ze praten met elkaar. Ik kom er niet tussen. Ik kan er niks aan doen. Als ze meer worden, duw ik ze weg. Weg met de apengeluiden. Weg met het gelach. Weg met het vretende geluid op de plek waar ze samen zijn. Tevreden en gemeen. Waar ze groter worden tot ze tegen de muren van de put aanbonken. Ik duw ze weg met muziek en het tellen van de straatstenen en het focussen op de pagina van een boek. Dan beginnen ze tegen me te fluisteren. Ik wil niet luisteren, maar hun stemmen worden luider. Als ik niet oplet, vormen de gedachten een groep. De groep is in mij, maar ik snap de regels niet. Ik wil harmonie. Ik wil wegkijken van het water. Ik wil het rotsblok niet. Ik wil met rust gelaten worden en varen op een bootje en sterren kijken en dat het makkelijk is. Ik wil dat mogen. Ik wil naar huis. Ik wil dat ik niks gedaan had. Dat ik niet dacht dat het kon stoppen. Dat ik kalm was, een monnik. Dat ik de andere Salome was. Licht. Dat ik last heb van helemaal niks. Uit de put. Me wassen. Niet schrikken van mijn spiegelbeeld. Mijn beeld uitlopen. Geen gekrijs om me heen. Gewone stilte, einde van de film.